Ik ga jullie wat vertellen over het stappenplan wijzig omgevingsplan van de VNG. Deze kennen jullie wel, het keuzehulp. Ik weet niet of jullie hem nog gebruiken. Ik gebruik hem ook nog wel dagelijks, of nou dagelijks. Ik laat hem vaak nog onder de aandacht brengen. Maar het is een handige keuzehulp voor als je twijfelt naar welke procedure ik moet volgen voor een bepaalde motief. Want in de keuzehulp gaan we uit van vier motieven. Het kan zijn dat je een initiatief wil mogelijk maken, beleid moet omzetten in regels, of voor het beheer van je omgevingsplan vanuit de instructieregels van het Rijk of de provincie. Of dat we ons integrale omgevingsplan gaan opbouwen. Daar zijn we de komende jaren natuurlijk zoet mee. Maar al deze vier motieven kunnen leiden tot een wijziging van het omgevingsplan. En daarvoor hebben wij een stappenplan ontwikkeld. Die is er al lang, maar die willen we vandaag onder de aandacht brengen. En deze moet je niet verwarren met het stappenplan BOPA en wijzige omgevingsplan die ook op de website staat, die door BRO is opgesteld. Hier gaat het om. Dit is het stappenplan van het wijzigen van het omgevingsplan. Die bestaat uit allerlei fases. Dat zijn deze. De vijf fases gaan we straks één voor één doorheen lopen. En die fases kennen een aantal stappen. En dat hebben we dus uitgeschreven in het stappenplan. Het is een generiek iets, hè. Het kan zijn dat jullie binnen de gemeente op een andere manier werken of andere manier in de voorbereidingsfase werken of dat je hè, met adviesbureaus anders. Dus nogmaals, hij is heel generiek, maar je kan hem voor jezelf als gemeente wat specifieker maken. Dit stappenplan is zowel voor STOP als voor TAM-IMRO. En vandaag laat ik jullie even zien hoe je het stappenplan kan gebruiken. Maar met name ga ik in op een aantal belangrijke punten die ik wil uitleggen, die eigenlijk wezenlijk nou ja, verschillen ten opzichte van een, laten we zeggen, bestemmingsplanprocedure, zodat jullie die goed onder de aandacht hebben. Maar voor de rest is het natuurlijk aan jullie om hem goed door te nemen. Hoe is dan zo'n opbouw per fase? Ik had het net verteld, hè? We hebben vijf fasen. En we hebben het ook elke fase hebben we op dezelfde soort manier opgebouwd, zodat je er ook goed doorheen kan. Wat moet je in zo'n stappenplan per fase doen? Er zitten ook wat technische en organisatorische randvoorwaarden in. Aandachtspunten kunnen ter sprake komen. En bijzonderheden bij het gebruik van TAM-IMRO. Het kan zijn dat voor een TAM-IMRO een stap niet van toepassing is of op een andere manier werkt. Voor de rest hebben we in het stappenplan ook steeds verwezen naar relevante pagina's. Wat je ook aantreft in het stappenplan zijn de wettelijke communicatiemomenten. Dus wanneer doe je nou een kennisgeving van het voornemen, kennisgeving van de mededeling en kennisgeving van de bekendmaking? Kortom, doe je er de voordelen mee, neem hem een keer door. Je zou ook kunnen zeggen, ik maak een soort van checklist aan de hand van dit stappenplan, zodat ik bij het wijzigen van het omgevingsplan kan nagaan of ik alle belangrijke punten heb meegenomen. Dan gaan we nu naar de fases. We beginnen eerst met de fase voorbereiden. Goede voorbereiding is het halve werk, zoals ze altijd zeggen. In deze processtap bepaalt u het doel, de scope en de impact van de wijziging en formuleert u een opdracht tot de wijziging van het omgevingsplan. En vervolgens zou je kunnen zeggen, je kan die opdracht ook gaan accorderen bij het college of iets. In deze fase ga je ook bijvoorbeeld kijken met wie je gaat samenwerken of hoe je dat gaat doen met je structuur van je omgevingsplan, et cetera. Een belangrijk puntje die ik wil toelichten, dat is het voorbereidingsbesluit. Onder de WRO was het namelijk zo in de WABO dat als je voorbereidingsbesluit nam, dat er dan een aanhoudingsplicht gold voor het bouwen en aanleggen. Dit is vervallen met de omgevingswet. Het is niet zo dat als je een voorbereidingsbesluit neemt, dat er automatisch een aanhoudingsplicht geldt voor bouwen en aanleggen. Nee, want je moet in je voorbereidingsbesluit zelf expliciet bepalen hè, waarvoor je iets wil of afwijken. Dat kan ook, of iets wil tegenhouden wat is geregeld in het omgevingsplan. Dus hou daar rekening mee. Dus bedenk ook in deze fase, misschien is het wel nodig dat ik een voorbereidingsbesluit moet nemen met voorbeschermingsregels. Ik ben ook benieuwd of gemeentes hiervan op de hoogte waren of niet, of dat dit echt heel onbekend, dat dit nieuw is voor gemeentes.
We kunnen werken met handjes misschien. Maar goed. Of laat het in de chat weten. Van oh, dit wist ik niet. Of juist wel. Maar goed. Dan hebben we het uitvoeren participatie. Ook een belangrijk deel. Als wij voornemen van een bestemmingsplan deden. Of de kennisgevingen daarvan. Ja, dan zeiden we gaan een bestemmingsplan voorbereiden. Het was altijd heel kort. Maar meer dan dat niet. Maar nu heeft de wetgever verplicht gesteld dat je in je voornemen tot het wijzigen van een omgevingsplan, dat je moet aangeven op welke manier je gaat participeren. Dus het is ook heel belangrijk dat je in de voorbereidende fase ook gaat nadenken, oké, hoe gaan we participeren voor deze wijziging van het omgevingsplan? Want bij de kennisgeving moet je dat ook al vermelden hoe je dat gaat doen. Dus een belangrijk punt. Zo'n kennisgeving van het voornemen, dat kan je publiceren via de plansoftware en als dat niet mogelijk is, via Drop. Is dat ook misschien nog iets nieuws? Ik ben trouwens wel, of wij zijn bezig met een voorbeeldformat kennisgeving, voornemen, wijzig omgevingsplan. Dus die komt er wel aan. En uiteindelijk ga je hetgeen wat je hebt voorbereid, ga je vaststellen in de noten van uitgangspunten. En dan gaan we door naar de volgende fase. Zijn hier nog vragen over? Over deze eerste fase? Tik gerust je Hilde? hand op. Ja, Roxanne. Kom er maar in. Hoi, wij vragen ons af, mag je in de publicatie verwijzen naar je beleid over participatie? Of moet je het echt concreet per besluit, zeg maar, aangeven wat je daaraan gaat doen? Nou, ik weet niet wat er precies in jullie beleid staat. Kijk, die van Leidschendam en Voorburg is heel, ja, u moet bij een wijziging van het omgevingsplan participeren, volgens mij, zoiets. Ja, daar kan ik niet dan verwijzen naar het beleid. Hè. Dus je moet even kijken wat er nou precies in je participatiebeleid staat. Want als je de wetgever omlaag leest, dan staat er gewoon hoe u ze gaat betrekken. Ja, dan moet je dus wel wat concreter zijn. En natuurlijk afhankelijk van de ontwikkeling zal de ene keer dat er veel grotere participatie zijn dan bij het verwerken van misschien regels van de APV of in je omgevingsplan. Maar het is afhankelijk van hoe het in je participatiebeleid is vormgegeven. Maar ik zou het prettig vinden om het in de kennisgeving te lezen in plaats van dat ik weer moet doorklikken naar een participatiebeleid. Ja, dankjewel. Andere vragen via de chat die nog even in deze voor deze fase besproken moeten worden? Wilder? Geluid aan helpt. Het zijn er een hele hoop. Volgens mij worden ze beantwoord in de chat. Maar als iemand zegt Oké. nee, steek vooral je hand op. En ja, Bonnema van Waadhoeken, die deed een oproep aan andere gemeenten. Die vraagt zich af of zij iets ook al doen. Maar misschien kunnen ze daar rechtstreeks op reageren. Top. Nou, Volgens mij kan je door. dan gaan we door naar de volgende fase. Fase van ontwerpen. Nou, je hebt je voorbereid en dan gaan we beginnen met allereerst vaak een conceptwijziging van het omgevingsplan. En ik denk dat dit ook voor ons nu aan het begin zo een van de moeilijkste stappen is in in het stappenplan. Je moet namelijk komen tot een conceptontwerpbesluit dat op inhoud in lijn is met de instructieregels en voldoende onderbouwd is. En ook juridisch consistent is met de rest van het omgevingsplan. Dus hoe ga je om met de bruidschat? Hoe ga je om met de bestemmingsplannen die in het tijdelijke deel zijn? Moeten die komen te vervallen? Wat ga je? Hè? Dus het is best wel even een dingetje bij het concept, vooral de eerste keer. Maar daar struggelen we denk ik nu allemaal een beetje mee hè, met de eerste wijziging. Dus dat doe je dat, maar ook moet het duidelijk zijn wat deze wijziging betekent voor bestaande annotaties en toepasbare regels. Nu wil ik wel heel even Imke het woord geven, want een ontwerp in zoverre die heeft geen effect op hetgeen. Hè? Dus het gaat pas bij de Ja, vaststelling, maar ja. ik vind het voor je aan, Mirjam, prima. Dat is nog steeds wel een misvatting. Als je lekker bezig bent in je plansoftware met bijvoorbeeld een concept maken, of ook als je straks een ontwerp gaat publiceren, dan heeft dat geen impact. Want bij een ontwerp worden de annotaties van de activiteiten niet doorgevoerd in de registratie toepasbare regels. En dan zien we vaak dat in een ontwerp wellicht nog activiteiten staan die misschien
wel een breuk in de keten kunnen veroorzaken. Alleen heb je dat bij het publiceren van het ontwerp nog niet door. En dat is dus een lastige, hè, want dan ben je daarna druk met je zienswijzes. Dan ga je naar definitief en dan in één keer heb je wel die impact te pakken. En vandaar dat wij op dit moment nog steeds adviseren. Ga die activiteit annotaties die je wilt toevoegen uitproberen op de pre-omgeving met een definitief besluit. Hè, want daar kun je hem lekker wel definitief een keertje uitproberen om te kijken wat die impact is. En meld je aan voor de consultatie, want dat is precies de kant waarom ADS daarbij aangesloten is, zoals al werd aangegeven. Wij kijken mee, met name ook op die technische kant van je omgevingsplan. Wat gaat de impact zijn als je echt op dat knopje voor definitief drukt? Dus. Top. Dankjewel, Imke. Ja. Dus daar moet je ook al rekening mee houden, hè, bij het concept. En niet pas dat je daar bij de vaststelling achterkomt. Dus super goede tip. Probeer het op de pre-omgeving te testen. Dan, hoe ga je het concept dan tonen? Hè? Het kan zijn dat je als gemeente in je inspraakverordening hebt dat je ook voorontwerpen, zoals we dat noemden, dat je die ook voor de inspraak naar buiten moet brengen. Maar het is ook afhankelijk van je software of je een concept kan tonen, hoe je dat gaat tonen. Want we kunnen niet een concept richting het DSO publiceren. Dus daar moet je even rekening mee houden hoe je dat dan gaat doen, mocht dat voor de gemeente van toepassing zijn. Nu ben ik wel benieuwd, zijn er veel gemeentes die ook inspraak doen voor ontwerp? Dan kunnen we wel werken met handjes. Als je doet, ja, is een handje omhoog. Ik ben wel heel benieuwd hoeveel dat er zijn. Oké. Ik weet niet of het nog doorgaat, maar... Ik geloof dat die... Niet iedereen dus. En ik zie ook in de chat bij complexe plannen met een grote impact wel een voorontwerp. Ja. Hangt af van het plan. Oké, nou duidelijk. Maar weet, hè, je moet kijken of je software dat ondersteunt, de concept. En of je ook een concept überhaupt kan tonen aan derden, et cetera. Dank mensen. Mirjam, mag ik wat vragen? Ja. Ja? Nou, volgens mij zag ik net van een collega ook al een soortgelijke vraag staan in de chat. Wat is nou precies de relatie tussen... de participatie, zeg maar, die je dus in die kennisgeving van het voornemen moet doen. En verderop dan, in de volgende fase, het uitvoeren van die inspraak. En zou je in die kennisgeving kunnen zeggen dat de participatie plaatsvindt via inspraak? Want volgens mij de modelverordening van de VNG, de participatieverordening, zeg maar, die geeft ook die twee varianten, inspraak en participatie, dat je een soort van keuze hebt. Nou, precies, de inspraak is ook een vorm van participatie, hè? Maar dan moet je dat in je dat kennisgeving van het voornemen aangeven, dat je dat doet door middel van inspraak. Maar het kan ook zijn dat je dat op een andere manier voor die wijziging vorm wil geven. Maar dat is inderdaad een vorm van participatie. Zeker. Oké, als er voor de rest geen vragen zijn, dan ga ik door. Dus dat is het concept. Denk daaraan. Niet, ja, bij ruimtelijke plannen konden we voorontwerpen publiceren. Dat gaat hier niet, dus dan moet je op een andere manier doen. Vervolgens ga je uitvoeren inspraak. Dan een inspraaknota vaak. En als je deze stap sowieso overslaat, dan ga je naar het ontwerpbesluit. En dan gaan we de wettelijke procedure in. Mirjam. Ja. Sorry, ja, het handje van Marcel is nog omhoog. Marcel van ik weet niet of hij nou iets wil vragen of tot het nog een antwoord was op de vraag. Steek je hand op als. Marcel, heb jij een vraag aan Mirjam nu? Nee. Nee, oké. Oké, top. Hebben we dat op. Voor het omgevingsplan, de wijziging van het omgevingsplan, geldt dat het uitgevoerd moet worden via de openbare voorbereidingsprocedure. En daarvan, dus je gaat straks, ben je klaar, het staat klaar voor publicatie. En dan ga je dus daarvan een mededeling en kennisgeving doen. Maar ik wil even daarvoor nog aandacht geven aan het stukje het zichtbaar krijgen van het ontwerpbesluit in het DSO.
Want ik denk dat je dat al voordat je richting je mededeling en kennisgeving gaat, dat je daar even besef van moet hebben. Dus ik wil even Wilfred het woord geven. Dat was een van de aandachtspunten in deze stap. Ja, klopt. Het is goed om even te benoemen dat we hebben bij testen geconstateerd dat DSO in specifieke gevallen, met name bij de prik op de kaart in het ontwerp, nog bepaalde informatieelementen weglaat. In gewoon spraakgebruik kan je zeggen, het klopt 99%, alleen we willen geen 99%, we willen 100%. En het heeft met name te maken met specifieke situaties waarin je een ontwerp hebt wat voor, anders zeggen, waarin je een vastgestelde regeling hebt, waarin je doorborduurt met ontwerpen. Daar hebben we nu nog weinig mee te maken. We noemen hem wel even om aan te geven van jongens, we weten dat daar nog bevindingen op zitten. En die geven we aandacht bij de bouwers van de landelijke voorziening. Kan je daar ook nog iets in de toelichting van je besluit of de motivering van je besluit aandacht aan besteden? Dat of in je kennisgevingen? Het moet gewoon gefixt worden. Bij de ontwerp van Amsterdam hebben we een bevinding gezien. Die sprong echt in het oog. Die hebben ze binnen een week gefixt. Er ligt een plan om de boel 100% te fixen. Maar voor dit moment vind ik het gewoon netjes om even te zeggen. Jongens, er zit nog wat. Hè? 99%, 98% klopt. Maar weet dat eventjes. En ik vermoed dat het binnen nu en 2 maanden gefixt is. En hoe zit dat met de werkingsgebieden? Dus als je een vastgestelde werkingsgebied hebt en je gaat hem voor de tweede keer wijzigen door een stukje eraan toe te voegen, hoe zit het dan? Dat kan gewoon. Het is specifiek de functie voor de prik op de kaart die soms de boel niet goed weergeeft. Okay. Als je vanuit de regelstap werkt in de DSO of als je vanuit de overzichtstap werkt, dan wordt alles gewoon correct weergegeven. Oké, dankjewel Wilfred voor de toelichting van dit aandachtspunt. Dus als je zover bent, dan moet je van een ontwerpwijziging van het omgevingsplan moet je een mededeling doen. Nou, wat houdt nou een mededeling in? Een mededeling is eigenlijk het publiceren van het ontwerpbesluit in het publicatieblad van de gemeente. Dus in het gemeenteblad. Daarvan en vervolgens moet je kennisgeving doen van de teinzagelegging. Dit gaat ook via je plan zover als dat mogelijk is en anders via drop. Hoe dat technisch gaat, mededeling, kennisgeving, et cetera, daar komen Imke en ik in een latere sessie nog op terug. Maar dit gaat allemaal dus via je plan zover. Je drukt dan op een knop en dan gaat de mededeling, dus dan gaat je ontwerpbesluit naar buiten toe. En de kennisgeving, daar zeg je van, nou ja. We hebben een ontwerpbesluit gepubliceerd en bij het ontwerpbesluit horen ook waarschijnlijk stukken en die leggen we ter inzage. En de ter inzagelegging geschiet op een digitale locatie en een fysieke locatie. Voor TAM Imro, daar is dan ook weer een afwijking, of in ieder geval daar gaat het net anders. Daar gaat het zoals het nu met bestemmingsplannen gaat. Dus daarvan doe je een kennisgeving gewoon via drop, ook van het voornemen trouwens. Kennisgeving van voornemen, ontwerp en vastgestelde TAM Imro gaat via drop. En vervolgens zet je TAM omgevingsplan, publiceer je of stel je beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl. En dan komen de zienswijzers waarschijnlijk binnen of niet. Afhankelijk van de wijziging. Maar dan gaan we door naar het vaststellen van het definitieve besluit. Nog vragen hierover? Ja, niks open in de chat, Mirjam, volgens mij. Oké, top. Dus bij het vaststellen van het definitieve besluit, dan ga je de zienswijzers beantwoorden. Hè. Je stelt een nota zienswijze op en op een gegeven moment ga je richting de raad, tenzij het om een wijziging gaat wat gedelegeerd is aan het college. Je moet het wijzigingsbesluit kunnen voorleggen aan de raad. Hè? Bij het ontwerp trouwens ook aan het college. Maar daar moet je voor gemeente zelf als zorgen hoe je dat gaat faciliteren. Hè? Dus doe je dat vanuit je software? Maak je een PDF? Dus dat is nog een aandachtspunt om mee te geven hoe je op welke manier je zo'n wijzigingsbesluit gaat voorleggen aan de raad.
Dan fase D, de ene laatste fase. Dan gaan we het besluit publiceren. Dus we gaan het besluit bekendmaken, zoals dat heet. Dus de definitieve versie. We gaan van ontwerp naar definitief. Waarschijnlijk in sommige gevallen zal het ontwerp hetzelfde zijn als de definitieve versie hetzelfde zijn als de ontwerpversie. Maar het kan ook zijn dat er nog wat ambtshalve wijzigingen worden doorgevoerd of doorwijzigingen naar aanleiding van de zienswijze. Maar als dat dan eenmaal klaar is en de raad heeft er een klap op gegeven of het college, dan ga je weer over tot publiceren. Dat doe je ook weer in je software. Hè? Bekendmaken gaat via je software. In je bekendmaking zet je ook een beroepsclausule. En dan druk je op publiceren en dan wordt die bekendgemaakt in je gemeenteblad. Vervolgens moet je ook een mededeling van het besluit doen aan belanghebbenden. En je doet ook een kennisgeving van het besluit voor de inzagelegging van de op de zaak betrekking hebbende stukken. En dan is het stukje dat aanleveren toepasbare regels. Hè? En dan krijgen we Imke. Als ze in deze fase, hè, dan hebben ze gecheckt. Oh, nou, het klopt allemaal, denk ik, in de ontwerpfase. Die toepasbare regels. En volgens mij, hè, hoe gaat het dan? Volgens mij gaat dat automatisch. Als je het vervolgens aanlevert, wordt dan alles aangepast? De toepasbare regels, de annotaties? Nou, niet automatisch, maar niks gaat automatisch. Hè? Alles heeft input van de mens nodig. Het is handig om te weten dat als je inderdaad je ontwerp definitief gaat maken, dan worden ook op de datum van de inwerkingtreding worden die activiteiten actief in het loket. En dat betekent dat je voor die tijd je toepasbare regels ook aanlevert aan het loket die je wil aanpassen met dezelfde inwerkingstredingsdatum. Okay. Dus als je met dezelfde inwerkingstredingsdatum je toepasbare regels aanlevert als de inwerkingstredingsdatum van het plan is, gaat vanaf dat moment kunnen die twee weer in sync samengaan. En natuurlijk, je zult in de praktijk zien dat dat ook gewoon kan betekenen dat mensen het daarna aan gaan passen. Ervoor kan niet. Oké, okay. Dankjewel Imke. Dus het is tegelijkertijd IWT of NH. Top. En dan voor TAM IMRO geldt ook weer dat gaat zoals de gebruikelijke weg, zoals dat ook met een bestemmingsplan ging. Maar ik wil wel even nog bij de TAM IMRO wel zeggen. Hè? Bij TAM IMRO is het wel zo dat je ook gewoon de kennisgeving van het voornemen moet doen. En de manier waarop je gaat participeren. In je TAM IMRO moet je ook vervolgens motiveren wat je hebt gedaan met de participatie. Dus let daar wel op. Hè? Je moet wel voor de rest gewoon voldoen aan alle wettelijke bepalingen van de omgevingswet. Alleen de manier van publiceren en beschikbaar stellen, dat gaat zoals een bestemmingsplan. Inhoud is volledig omgevingswet. Ja, misschien nog aanvullend daarop, Mirjam. Dat betekent dus met TAM IMRO, dat weten de meeste mensen al, maar nog even voor de herhaling, kun je dus geen activiteiten aanmaken. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat er in je TAM IMRO-plan je met die er al zijn, dat je die raakt. Dus ja. Kijk even goed naar wat dat betekent. Want dat kan dus wel betekenen dat je alsnog je toepasbare regels wel gaat aanpassen als je een TAM IMRO-plan publiceert. Zeker. Maar, alleen ja, iets nieuws introduceren gaat niet met TAM IMRO. Ja, goede aanvulling Imke, dankjewel. En in de bijsluiter wijden we hier ook nog wat informatie aan uit. Piet. Ja, ik vroeg me even af, hè. Die toepasbare regels die worden zichtbaar zeg maar, op het moment dat die wijziging van het omgevingsplan in werking treedt. Stel dat wordt een verzoek om schorsing ingediend. Nou, dat heeft op zich nog geen invloed op de inwerkingtreding, maar stel dat dat verzoek wordt toegewezen. Hoe werkt het dan dat die toepasbare regels die bij die geschorste juridische regel hoort, niet meer zichtbaar zijn? Ja, niet. Dus je plan die kent een inwerkingstredingdatum, die gaat in werking. Dus als er daarna bezwaar, beroep of terugtrekken van juridische regels plaats moet gaan vinden, dan betekent dat je dan ook zelf handmatig je toepasbare regels eventueel moet aanpassen als daar een impact op was. Maar ik denk dat we met name veel zullen gaan zien dat niet de juridische regel ter discussie gaat staan, maar de locatie waar die regel op leunt. Dus, en dan is het altijd weer terug, hè, wat ben je aan het regelen met je toepasbare regels? Dat is eigenlijk, is er wel of niet een vergunningplicht? En je vergunningplicht en je indieningsvereisten, dat is eigenlijk je VTH-kant hangt daar aan. Dus ik ben sowieso altijd een beetje benieuwd als mensen zeggen, oh, we moeten straks met de juridische regels en de toepasbare regels samen.
wat je allemaal in je juridische regels gaat zetten die echt impact heeft op je VTH-kant. Want dat is precies waar je toepasbare regels voor is. En dat is niet altijd even grote mate. Het kan best wel dat je juridische regels hebt die de VTH-kant helemaal niet raken, alleen de beoordeling van je indieningsvereist. Maar stel nou dat die, want die inwerkingtreding die is 4 weken na bekendmaking. Die beroepstermijn begint meteen na de bekendmaking. Dus je kunt ook schorsing vragen zodra het bekend is gemaakt, het wijzigingsbesluit. Stel dat die schorsing al wordt uitgesproken voor die inwerkingtreding, maar jij hebt wel een inwerkingstredingsdatum opgenomen. Gaat het dan niet mis? Want als het dan geschorst wordt voor die datum van inwerkingtreding, ja, misschien maak ik het nu te ingewikkeld. Nou, Piet, dit heeft onze aandacht. Ik heb hier ook even wat met andere collega's nog een momentje over. Van hoe zit het nou als het verzoek wordt toegewezen, hè? En je hebt het bekendgemaakt, het besluit. Hoe dan? Maar dat is even, zoeken we nog even uit, Piet. Maar heel goed überhaupt dat je doorhebt dat het kan zijn dat je toepasbare regels raakt. En dat je dus altijd daar scherp op moet blijven om te kijken of er impact is. Dus het enige wat ik stel, ik denk dat de impact misschien lager is dan je zou denken. Maar check hem wel altijd. Ja. Dan gaan we door naar de laatste fase. De fase waar we natuurlijk niet in hopen terecht te komen, maar... Het is niet onvermijdelijk, hè? Het is altijd de fase die vooral bij grote ontwikkelingen altijd om de hoek komt. Ja, maar het kan ook zijn bij kleine, hoor. Maar het is de fase van rechtsbescherming. Na publicatie, net vertelde Piet het al, het besluit treedt 4 weken na bekendmaking in werking. Maar voor de beroepstermijn staat 6 weken open, hè? Je moet ook dus altijd een beroepsclausule opnemen in je bekendmaking. Dus in je besluitdeel. In je software, daar waar je besluit dat je het omgevingsplan vaststelt en wijzigt, neem je ook altijd een beroepsclausule op waarvan je zegt tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld vanaf een datum tot en met een datum. En dan doorloop je de beroepsprocedure voor de rest, maar dit is een stap die dus in het stappenplan nog niet verder is uitgewerkt. Daarom staat er ook nog in ontwikkeling. Ik weet niet hoe het technisch zit, wat de stand van zaken daarvan zijn, Wim-Fred. Met het verwerken van uitspraken, et cetera? Onder de huidige versie van STOP moet je een uitspraak van de rechter verwerken door gebruik te maken van een besluit. En dan hoor je in je dictum op te schrijven, jongens, dit is geen besluit. We zijn een uitspraak van de rechter aan het verwerken. En met een STOP-besluit kun je dan de geconsolideerde regeling aanpassen. Conform, moet ik even goed denken, de bekendmakingswet hoeft dat niet met terugwerkende kracht, alleen de huidige geconsolideerde regeling. En wat een beperking is die we nu nog in de huidige stopversie hebben, is dat je die wijziging alleen kunt doorvoeren 1 dag na het laatst genomen wijzigingsbesluit, want we kunnen geen besluiten tussenvoegen nog vooralsnog. Dus dat betekent, rechter doet vandaag uitspraak. Je moet een wijzigingsbesluit voorbereiden en dat kun je laten ingaan op de eerste dag na je laatst genomen wijzigingsbesluit. En daarmee corrigeer je de geconsolideerde regeling. En tot die tijd is er in principe sprake, in die weken is er dan sprake van enige discrepantie waarin de uitspraak van de rechter nog niet is verwerkt in de geconsolideerde regeling. En onder de nieuwe stopversie die in voorbereiding is, wordt dat verbeterd, wordt dat meer gebracht in de richting van die we willen. Maar dat duurt nog een tijdje voordat die er is. Dankjewel, Wim-Fred. Ik zie nog dan een vraag hierover, want we hebben nog 2 minuutjes en dan moeten we door naar de vragen. Moet je de uitspraak ook publiceren zoals dat onder de WRO ook het geval was? Volgens mij moet je de uitspraak verwerken, hè, in je regeling. En publiceer je niet zozeer de uitspraak zoals we dat met de WRO deden. Je moet de uitspraak in ieder geval verwerken. Mm-hmm. En in het kader van de nieuwe stopversie loopt het gesprek hoe je in het DSO een indicatie zou kunnen weergeven van hey jongens, let op, hier heeft de rechter een uitspraak gedaan. Die discussie loopt nog. Ja, dank. Ik zie dan ook wel een goede vraag van Olga. Aandachtspunt is toch ook dat de provincie nog een periode krijgt. Zeker, en dat staat ook volgens mijn stappenplan. Maar ik heb dus niet alle details van het stappenplan doorlopen, hè.
ik heb vooral de belangrijke aandachtspunten die ik relevant vond. Maar je hebt inderdaad het punt bij de provincie, daar speelt er ook nog wel wat, Olga. Dit was het einde van dit deel van het stappenplan. Ik heb dus een verkorte versie gedaan. Ik zou zeggen, neem hem een keer door. Maak er een checklist van. Voor intern gebruik, altijd handig. Dus doe je nogmaals je voordeel ermee. Dat was het. Dankjewel, Mirjam.